Helemaal surprised. Helemaal het padje af. En dat kwam door een bezoek van de loco-burgemeester van Veldhoven. Ze had een onderscheiding bij zich. Ik ga jou nou de oorkonde, de uitblinker van Veldhoven, omhangen. Omdat jij gewoon een uitzonderlijke prestatie hebt verricht. Nou, kijk eens. Alsjeblieft. Nou, nog een keer een applausje voor Emily. Het was druk in het bad, zo net voor sluitingstijd. En in die drukte kon een manneke aan de aandacht van zijn vader ontsnappen. Emily was die zaterdag 5 november met twee vriendjes aan het zwemmen. Ze zag het kind in het water en dacht eerst dat de peuter gewoon aan het spelen was. En ineens kwamen de mond en de neus niet boven water. Dus ik dacht, ik ging kijken. Ik deelde het babytje op. Het bleek een babytje zijn, naakt. Een jongetje dat er niet eens een zwembandje of wat dan ook om had. Dus ik breng het even naar de trap en dan zie ik wel daarna. En dat is even zo'n brainstorm. Ik had niks meer gedacht, helemaal niks. En even later realiseerde me wat. Ik heb iemand gered. Zijn jullie een beetje trots op Emily?